Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 in de Career Mode. We gaan verder in China, ronde nummer 3 van het kampioenschap en aflevering 46. Als je aflevering 45 in Bahrein gemist hebt, kun je eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Het kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en dan zie je de aflevering schijnen. En ja, ben je nu op het kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019 Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook gelijk het belletje op aan zodat je geen enkele video meer van mij mist. Ja, China dus. Eerst goede nieuws. 2 updates aan de auto zijn toegepast. En het regent niet hier in China. Maar nog steeds is Williams het team to beat. We klimmen dichter bij Ferrari, wat natuurlijk hartstikke goed is. Maar ik wil graag dat we Williams voorbij streven. En hopelijk kan het in Baku. Maar we gaan eerst met de kwalificatie voor de grote prijs van China. Welcome to Shanghai, China. For what I've no doubt is going to be a fantastic F1 qualifying session. I was looking at some highlights of previous races here, and the one thing that really stood out to me was the run down to turn one. It's not an easy one to navigate as everyone is scrapping to get into their first. Turn one's always a consideration for this race. It's certainly a difficult one to get right when surrounded by other cars, but the race isn't won or lost there. You've got to be smart, get through, and hope your rivals get into trouble and not you. Zijn we inmiddels aanbeland bij Q1. En ik laat Giovinazzi even voorgaan, zodat ik daar geen last van heb en zodat hij geen last van mij heeft. En dan is het hier kijken of wij door kunnen naar Q2. Het zal denk ik van wel, want onze auto is gewoon een top 3 auto nu op dit moment. Omdat wij Red Bull wat hebben ingehaald in de R&D-tree, als ik dat goed zeg. Maar China is altijd een lastig circuit. Veel bochten. Die liggen off-camber, dus de grip kan daar in één keer weg zijn. En is hier een soort van wedstrijdje aan het worden tussen Gio en mij. En hier was ik dus bang voor, terwijl Leclerc een 1-2-3 laat noteren, dat Giovinazzi in de weg zou rijden. Daarom heb ik hem ook expres laten doorgaan. Alleen, dit wist ik dus niet. Ik pakte daar toch even wat slipstream van Giovinazzi. En dan gaat het kijken wat deze ronde gaat opbrengen hier in Q1. Met het verkeer. Waar komen wij te staan op dit moment? P1 met een 1.31.5. You've just put in the fastest lap. Good job. Nou, prima. Okay, we can take you this lap. De uitslag van Q1. Hamilton toch nog sneller gegaan dan onszelf. En 4/10 verschilt het. Dat kwam omdat ik het bij deze ene rondje wou houden. Zodat ik een... Misschien 2 verse sets heb voor Q3 namelijk, want in Q2 hou ik het ook bij 1 ronde. Dat is deze ronde die je hier ziet. Die moet gewoon perfect gaan, anders moet ik toch nog voor een tweede set, wat best wel jammer is. En ik wil dat helaas niet. En deze bocht heb ik nu gemerkt dat je die korter kan afsnijden, dus misschien daar dan 1/10 wint. Leclerc met een 1.32.1, onszelf met een 1.30.7. Fantastic. That was the fastest lap. Op dit moment de snelste tijd. Bottas naar 2. Understood. Stopping this lap. De uitslag van Q2. Hamilton naar 2 op 4/10. Maar mooi. Dus dan hebben we 2 verse set van de soft banden tot ons beschikking in Q3 of voor in de race. Q3 inmiddels. En hier is dus de top 10 kwalificatie die niet lekker begint voor ons. Want wij schieten al gelijk door. Wat ons misschien 1/10 gaat kosten. Geen last van verkeer die uit de pitstraat komt. Het is op dit moment bij ons stuk rustig op de baan. Hamilton voor ons, Vettel of Leclerc achter ons. Maar we hebben daar geen last van op dit moment. En ik verwacht gewoon hier op pole te staan. Paas in sector 1. Kvyat met een 1.31.5. Onszelf met een 1.31.1. Hamilton naar 3. Well done. Een prima ronde hier in China. We zijn inmiddels aanland bij onze tweede ronde in Q3. En ik heb Bottas achter ons. Ook heb ik Leclerc of Vettel. En Verstappen achter mij. Het zijn in ieder geval de beide vragen die ik achter me heb. Plus Verstappen.
of Weber. Het is Verstappen. En ik heb dus besloten om als allerlaatste aan mijn Q3 ronde te beginnen. Zodat ik geen last heb van verkeer. En dan gaan we kijken wat deze ronde kan opbrengen. Al gelijk in het groen. Dat wisselt wat af met rood. En ons doel is nu om constant in het groen te blijven. We komen bij de laatste bocht aan die we goed nemen. Ik dacht misschien te wild. En we hebben onze tijd verbeterd. Dus we hebben de pole position veroverd. Onze derde achtereenvolgend van het seizoen. 3 poles uit 3 races en Hamilton op plek 6. Vettel naar 2 en Kvyat naar 3. Maar Hamilton op een halve seconde gezet. En ik heb het allemaal op 1 compound, hè? Dus ik heb geen 2 banden van de soft gebruikt, maar 1 band van de soft. Rivaliteit met Vettel en Hamilton winnen op dit moment. De resource punten na de kwalificatie zijn er altijd best wel veel. In Baku kunnen we die lekker op gaan spenderen. Reputatie is gewoon gelijk gebleven. Bij Alfa Romeo stijgt die wat. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Nou, dankjewel Jeff. Dat hebben we zeker, want we starten van pole position. Maar de race is lang. Er kan hier van alles gaan gebeuren. Dus ja, we gaan het zien in de race voor de grote prijs van China. It's time to find out which driver is up to the task of claiming the Chinese Grand Prix. We're here in Shanghai. We start a lap here at Shanghai with the long difficult right-handers of turns 1 and 2, the first of 16 corners that make up this 3.3-mile circuit. The incredibly long back straight provides the best passing opportunity of the lap with speeds in excess of 200 miles per hour before the braking zone of turn 14. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. The Professor lines up on pole position with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Kvyat, Leclerc, Valtteri Bottas and Hamilton, Weber, Verstappen, Butler and Sergio Perez, Giovinazzi, Russell, Pierre Gasly and Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Robert Kubica and Carlos Sainz. Ricciardo and Lance Stroll brings the grid to a close. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Nou zijn we dus aanbeland bij de auto. En ja, het doel is dus weer een top 5 positie te halen. En dan gaan we dus kijken wat het gaat worden voor de grote prijs van China. Korea aflevering 46 met Vettel naast ons en Fiat als derde. Wij starten van pole position en we zijn onderweg. En het is een goede start van onszelf, maar ook van Kvyat. En Kvyat is al gelijk beter weg dan Sebastian Vettel. Kijkt hier ook al naar de binnenkant, zit aan mijn binnenkant. En dan moeten we hem hier laten leven. We knijpen hem wel af. Daardoor raken we Danny Kvyat, maar geen schade aan beide auto's tot gevolg. Dus we komen goed weg van de start. Al na 4 ronden kom ik namelijk al naar binnen voor een setje medium. Maar het kan zijn dat die strategie nog gaat veranderen gedurende de race. Maar de start hebben we op dit moment gehad. Dus een deel van onze druk van de schouder is dus verwijderd. En dan is het nu wegrijden van Danny Kvyat. Ronde nummer 2 inmiddels. We zetten de snelste race ronde met een 1.37.2 neer. Een halve seconde verschil van Danny Kvyat. Oké, dus we gaan ervan uit dat Kvyat een 2-stop gaat maken. Ik weet dus niet wanneer, maar we moeten in ieder geval voorbereid zijn. Mijn linker voorband heeft het zwaar, zie ik aan de temperatuur. Paars in sector 1. We zijn bijna 2 seconden sneller dan onze vorige lap hier in China. En dan is het nu nog steeds wegrijden van de Rus in zijn Williams. En dan kunnen we kijken wanneer we onze eerste pit gaan maken. En ik wil wel graag dat ik een pitstop window eigenlijk heb. Dus 26 seconden voorsprong op Danny Kvyat. Dat is wel zo prettig namelijk.
paars, paars, sector 1 en 2, we schieten wat door. Maar dat is op dit moment niet zo erg. We moeten wel opletten voor onze exit, want daardoor kan Danny Kvyat naar ons toe rijden en een aanval zetten, maar die aanval slaagt hij niet. Want wij blokkeerden hem daar dus, alleen ik heb het dus niet in mijn video gezet. Daar zit Danny Kvyat dan wel aan de binnenkant. Hij probeerde het, maar daar was geen ruimte. Daar was geen ruimte, Danny, en hij moest even op de rem. Zit hij wel een klein beetje door. Daar zit Vettel en Kvyat op mijn staart. En Kvyat remt, maar iemand anders heeft ons geraakt. Vettel volgens mij, nee toch Kvyat, maar Vettel is een deel van zijn voorvleugel kwijt. En in één keer zit Bottas erop, naar plek 2 heeft Kvyat op dit moment nog niet te pakken, maar zijn ze wel aan het knokken voor plek 2, net als in Bahrein. En daardoor kunnen wij wegrijden van beide Williams auto's. Ik heb niet gehoord wat Jeff zei. Ik hoop toch iets belangrijks, zo niet, niet belangrijk, dan is het helemaal niet belangrijk. Medium banden gaan in ieder geval onder onze auto bij deze stop. Dan moeten we nu hopen dat deze pitstop goed gaat. De pitlimiter is ingeschakeld. Dan gaan we kijken waar we terechtkomen. En Williams heeft in ieder geval een stop gemaakt. Het is een hele goede stop, 1.9, de snelste die ik tot nu toe heb gezien in de Formule 1 game op dit moment. En waar komen we terecht? Want Kvyat is binnen, we komen voor Valtteri Bottas terecht. Kvyat is nu naar binnen, terwijl Stroll hier ons even ophoudt. Kunnen we hem hier al gelijk pakken aan de binnenkant van de bocht. En Stroll is gezien. Doedeloe, doei Stroll. Hallo plek 17 helaas. Ja, want wij zijn de allereerste die naar binnen zijn gegaan. De volgende heet Daniel Ricciardo, die we hier kunnen passeren. Terwijl Ricciardo ook Magnus aanvalt, we kiezen een hele moeilijke plek om in te halen. Het was er even krapjes met Ricciardo en Magnus, terwijl Magnus ons heeft geraakt. Magnus heeft ons geraakt. En Lewis Hamilton is binnen. Maar wel een mooie inhaalactie op Magnus en Ricciardo. Paas in sector 2. Volgende heet Robert Kubica, die we hier al in bocht nummer 1 kunnen aanvallen. Ja hoor! Hij ramt ons niet van de baan. Opmerkelijk, want dat doet meestal de AI. Die ramt hier gewoon van de baan zonder dat ze je zien. Dan kunnen we Sainz hier ook al gelijk pakken op de exit. Meer snelheid dan de Spanjaard. Mooi buitenom ingehaald. En paas in sector 1. Prima wedstrijd tot nu toe. De volgende heet Kimi Räikkönen in zijn haast. En daar heb je Kimi Räikkönen al weer in bocht nummer 1. En weer een hele mooie inhaalactie. Ook hij laat ons leven. De volgende heet Romain Grosjean voor plek 4. En die kunnen we hier misschien al in gaan halen, want hij is us aan het besparen. Hier op een hele lastige inhaalplek inhalen. Grosjean blokkeert ook, maar wat een prachtige inhaalmanoeuvre. Er was weinig ruimte, maar toch zorgde ik voordat ik er langs ging. Prima, prima, prima. De volgende heet Giovinazzi. Die hier aan de buitenkant misschien kunnen inhalen. Ja hoor, aan de buitenkant. Ernaast gezet. En er voorbij gegaan. Dan moeten we hier niet doorschieten, wat we natuurlijk doen. En dan kan Giovinazzi terugkomen. Maar dan kunnen we hier terugkruisen. En zitten we aan de goede kant. Oké, dankjewel Jeff. Terwijl we Giovinazzi hebben verschalkt voor plek 3. De volgende heet Pierre Gasly. En Gasly is hier gezien, weer op hetzelfde punt wat we deden bij Giovinazzi. Weer schieten we te ver door. Weer kan Pierre Gasly ons hier weer terugpakken. En weer kunnen we hier naar de linkerkant van de baan om hem hier in te halen. Nou, Gasly gaf niet zomaar op, want hij duwde ons wat naar links. Wat begrijpelijk is. Maar toch hebben we die positie gewonnen. De volgende heet George Russell in zijn Alfa Romeo. Die vorig seizoen nog in de Williams auto zat.
We zijn in ieder geval te ver weg voor een aanval, dus we moeten even afwachten. Daar dan, een ronde nummer later, nu wel in de DRS-zone, nu wel DRS beschikbaar, nu wel en voorbij gezet en nu wel en langs gegaan en de leiding weer terugveroverd van George Russell. Maar de jongens moeten nog naar binnen, ronde nummer 11 inmiddels. Maar dankjewel Jeff. Nice work, that brings you up a place. En dan kunnen we nu wegrijden van de Brit. Ronde nummer 12. Maar tot nu toe nog steeds een prima wedstrijd. Mooie inhaalacties tot nu toe gemaakt. En op dit moment nog geen safety cars of virtual safety cars. Rood in sector 1. 2/10 langzamer. Maar dat geeft helemaal niks. Het is geel op start finish. Iemand is uitgevallen. Volgens mij is dat Max. Ja, Verstappen uitgevallen. En dat brengt voor het eerst hier in de career mode een safety car op de baan. Geen virtual safety car, maar een safety car. En mijn engineer zegt gelijk, een nieuwe strategie is beschikbaar. En we gaan naar deze ronde naar binnen voor een verse set mediums. Maar de safety car is op de baan. We moeten dus een delta gaan aanhouden totdat we bij de safety car zijn gearriveerd. En we zijn eigenlijk best wel ver verwijderd van Kimi Räikkönen. Ja, dat weet ik, Jeff, dat weet ik. Maar dit is de allereerste keer in F1 2019 dat we een volle safety car hier hebben. En ik denk dat heel veel jongens naar binnen duiken. Ja, Räikkönen duikt naar binnen. Bottas duikt naar binnen. Wie duikt er nog meer naar binnen? Russell duikt naar binnen. Een Haas en een Ferrari duiken naar binnen. Hamilton niet. En Williams duikt naar binnen. Racing Point duikt naar binnen. Heel veel jongens duiken naar binnen. En we hebben gewoon de leiding nog steeds in handen. Dan is het nu naar de safety car toe rijden. En dan mogen wij, als de safety car zijn lampen uit heeft staan, het tempo weer bepalen. Maar op dit moment doet dat de safety car dus. We hebben een verse set mediums op onze auto gezet. Geen hard. Het is hier nu de safety car volgen. Banden opwarmen. Alles ziet er nu goed uit van de motor en zijn onderdelen. Maar het is even wennen, een safety car op de baan. Meestal is het de virtual safety car die ze uitroepen en niet de safety car. Okay, the safety car is coming in this lap. We'll be pacing the field in sector 3. Make sure to respect. Oké, de safety car gaat dus nu naar binnen en wij mogen dus nu het tempo gaan bepalen in sector 3. Dus we gaan het heel slim aanspelen. En ik wacht denk ik tot en met de laatste bocht en dan ga ik op het gas. En hier nog gewoon even de banden opwarmen, de remmen opremmen. En dan gaan we dadelijk weer van start in ronde nummer 17. Ik heb ook Earth en Fuel lopen besparen wat gunstig is. We gaan hier nog niet. En ik ga hier heel erg langzaam rijden om dan dadelijk op het gas te kunnen. Nog niet. En nu kunnen we op het gas en we hebben al gelijk een gaatje geslagen naar Charles Leclerc. Ja, 17e inmiddels. Leclerc is niet wakker geweest tijdens deze safety car fase. En dat geeft ons een voordeel. Met nog 11 ronden te gaan in de wedstrijd. Van Leclerc is inmiddels 1.4 geworden. We zetten de snelste raceronde met een 1.34.2 neer. En het gat met Leclerc is 3.1 geworden.
Dus Leclerc heeft het moeilijk. Hamilton zit er maar 14e vanaf in de DRS gedeelte van de Monegasque. Dus hopelijk waagt hij een aanval, slaagt hij die aanval ook en kunnen we een 1-2'tje scoren hier in China. Terwijl we Paas in sector 1 inzetten. Gaat naar Leclerc is 3.7. Leclerc behind, our gap behind is 3.7 seconds. They're on fresh hearts. Their tires are 9 laps old. The time last lap was a 1.36. Maar wij hebben tenminste wel slim aangepakt bij de safety car fase. Dat we dus naar binnen zijn gegaan. En Charles Leclerc en Lewis Hamilton zijn dus niet naar binnen gegaan. Nog 7 ronden te gaan. Oké, de banden zien er nog goed uit. Wel even oppassen wanneer je ze oplaadt. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Maar dan heeft de leiding in handen. En het gat naar Leclerc is groot geworden. Wat is het gat? 7.3. En Hamilton zit er maar 0.3 verwijderd. Dus kom op Lewis. Kom op, als je eens in DRS komt, gelijk er naartoe rijden, gelijk een aanval zetten. Maar dat is lastiger dan je denkt. We zijn een seconde sneller dan de Monegasque. Dus we breiden ook ons gat met een seconde uit van Charles Leclerc. 7.5 inmiddels. Ronde nummer 22. Dus nu nog onze ronden afmaken. En dan winnen wij ronde nummer 3 van de wedstrijd. Inmiddels ronde nummer 25. Inmiddels nog 3 ronden te gaan. En Hamilton zit er oh zo dicht op. Maar hij slaagt nog steeds geen aanval. Want hij kan die ook niet wagen. Want Leclerc pakt hem op de exit. En als wij deze grote prijs winnen, dan pakken we onze 5e achtereenvolgende overwinning. Inclusief 2 van seizoen 2 aan het einde van het seizoen in Brazilië en Abu Dhabi. En dan kunnen we ons opmaken voor Azerbeidzjan. Hopelijk dat de auto daar ook zo snel is. Dat we daar ook een overwinning kunnen pakken. Maar je weet het maar nooit. Het kan zomaar zijn dat we uitvallen met een probleem. Maar dat zien we dan wel. Eerst nog even 3 ronden afrijden in deze grote prijs. En dan hebben wij onze 3e overwinning van dit seizoen al behaald. 4 ronden brandstof over, zegt Jeff. En Hamilton nog steeds met Leclerc aan het knokken voor plek 2. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs van China. En ik denk dat Hamilton het niet redt ten opzichte van Charles Leclerc. Hij komt wat tekort. Dat is nu 16e. Maar dit was wel een mooie grote prijs met de safety car. Een gratis pitstop. En ja, eigenlijk kwam de leiding niet in gevaar. We zijn direct weggereden van Charles Leclerc en Charles Leclerc heeft ons ook niet meer gezien. En dat vind ik het mooie hieraan. Gewoon de timing van de safety car was eigenlijk perfect. En ik ben heel blij voor Lewis Hamilton. 2 mindere resultaten gehad, nu een goed resultaat. Zijn allereerste podium gaat hij hier behalen in seizoen 3. Want in Australië werd hij 8e, in Bahrein viel hij uit. Dan haalt Mercedes hier een 1-3. Nog een paar meters te gaan en dan zit deze wedstrijd er alweer op. Dan volgt Azerbeidzjan in Baku. Waar ik moet vrezen voor de Williams. In de kwalificatie. Want die zijn oh zo snel. Nog een paar meters te gaan. Nog een bocht te gaan voor de grote prijs van China. Wij winnen dus de grote prijs. Onze 3e achtereenvolgende van het seizoen. En we pakken ook een snelste race onder punt. Een prima wedstrijd. Fantastic. You've won the Grand Prix. So, another fantastic victory for the Silver Arrows.
Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today? It was a question of right place, right time today. We were looking at an entirely different race before the safety car came out, but they were able to take full advantage after the field had been bunched up. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Naar de uitslag van de Grote Prijs van China. Wij winnen dus de race. We pakken ook een snel 200 punt. Charles Leclerc naar plek 2 en Hamilton naar plek 3. Russell krijgt Driver of the Day terecht van plek 12 naar plek 6. It's time to see how things are shaping up in the Constructors Championship. Mercedes 30 punten verschil en 24 punten verschil met Ferrari. Red Bull komt naar voren. Well, that was certainly an incredible weekend of racing. Met 30 punten met Charles Leclerc. Heel groot op dit moment. En één uitvaller. Verstappen. Helaas. Amazing performance out there. I'm sure you're pretty happy with that. How are you feeling after that win? Ja, ik voel me goed. Een prima resultaat voor het team natuurlijk, want ik kan er niet zonder hen. You're beating all expectations. Would you say we all underestimated you? Ja, het team doet gewoon fantastisch. It wasn't the cleanest race today, was it? Nee, klopt. Ik weet niet echt wat er gebeurde. Lucas flew through the pack in that race. What's his secret? Nou, als je een goede auto hebt en als je een goede coureur bent, dan kan alles. Oké, okay, tot in Azerbeidzjan. De resultaat van de rivaliteit breakdown. We winnen ten opzichte van Vettel en Hamilton op dit moment. De resource punten zijn er hopelijk veel, want in Azerbeidzjan kunnen we die dan lekker gaan spenderen aan updates. Ja, het zijn er veel. Reputatie is wat gedaald dankzij dat interview, maar het geeft helemaal niks. Vettel en sportsmanship. Just wanted to say congrats on the podium. It's thoroughly deserved. We were sweating those last few laps on the pit wall, but you brought it. Oké, okay, dankjewel Jeff. Eigenlijk hoef je helemaal niet te zweten, want ik heb het gewoon lekker rustig aangedaan. Ja, dan zou ik zeggen, dit was het voor mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Als je genoten hebt, beloon het met een like. En ben je nieuw op de kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019 Premier zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan, zodat je geen enkele bediening van mij mist. Reageer wat beter kan dat moet worden. Volg me even op Instagram, links in de beschrijving. En zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 Greenwood. Ik ga verder in Azerbeidzjan.